Nou, voor de registratie waren we dus ingecheckt bij een Airbnb. En daar hing een beetje een grimmig sfeertje. Want hij had een vriend over op bezoek. Hij liep met een seksspeeltje door het huis. Alles was te goor om beet te pakken. En we voelden ons zo niet comfortabel daar. Dus we hebben eerst eventjes gecheckt of er een ander hotel beschikbaar was. Die was er, dus daar zijn we ingecheckt. En spullen halen en wegwezen hier. Hier nog even een kleine impressie van waar we terechtgekomen waren. Met ons spullen gepakt en op naar het betere hotel. We zijn net lekker wakker geworden en het is hier zoveel fijner dan waar we gisteren waren. En schoner en rustiger en ja, zin in deze dag. Mel is alleen één teenslipper vergeten bij Brian gisteren. Dus nu moet ik nieuwe halen, want anders moet ik op één voet lopen en dat is niet zo handig. Dus we gaan op teenslipperjacht. Nog meer slippers. Niet normaal. Dit krijg je dus als er te veel keuze is. In een oogknipper is Mel en ik verdwenen. Geslaagd. 1 hele euro. 1 pond. Nou ja, 1,50. We gaan vast even een kijkje nemen on the stage. Alex Harvey. Dames. Wij gaan 10 minuten op verband. Even naar de zonnebank. Ja. Kijk dan. Ja. Ja, dat doe ik in de vlog, hè? Rijstewafelfeestje.
wakker. Kwart over zes. Morning! Dag, schat. Shooting!
Mega attractie op dat plein daar. Jos heeft helemaal roze lippen van mijn kusjes. Ik heb ze net afgedaan. En nu is het tijd voor Monster. Zo blij. Fantastische doek. We hebben even lekker een douche genomen. Mel. Oh, je ziet me niet. Je ziet Mel niet. Ik ben nog steeds mooi. Mel is nog steeds mooi. En we gaan even op snackjacht. Oh ja. Eerst snackjacht en dan op burgerjacht. Nom, 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 nom. Een beetje keuzestress. Ja. Schat, je mag alles pakken. Het is moeilijk. Oh, afgerekend. Maar nu? Het is echt Engeland. Ik ben druk aan een paraplu. Doe het maar zo. Oké, okay. Gaan we het doen? Ja. Okay. Alright, let's go. Weg naar een burger tent. Lekker! Hele rivieren ontstaan hier in de straat. Niet te doen. Allemaal snoepjes. Nice. Enjoy your burger. Oh yeah. Lekker, wil je nog iets? Wil gewoon kaas en ook een klant. Oh, okay. Nou, ja, geen kaas, maar wel een soort van blauwe kaassaus. Heet lekker. Mel is nog droog. Maar kijk, nu zijn ze wel lekker. Special Melly Dancer. Ah.
lekker. Mm. Nou, wel rust nou. Slaap lekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Zonschijn. Ah. Yay. Lekker. We dropped the suitcases and now we're in for a supermarket safari. Prepback. The first stop. Aldi. En dan denk je misschien de Aldi, die heb je toch in Nederland ook. Maar hier hebben ze echt hele lekkere moustache cupcake. Ben jij een bikini fitness chick with benefits? Caramel of crunchy bitch? Crunchy bitch? Crunchy bitch. Na zo'n BK moet je natuurlijk wel wat meer gaan eten, anders word je een crunchy bitch. Een kopje soep besteld, of? Een slootje koffie. Oh, lekker. Zo, mega lekker gegeten. Gaan we naar de volgende spot? Zullen we een centje geven? Ja. Als ik het heb. Natuurlijk alleen maar euro's, daar heeft de vent helemaal niks aan. Het is wel fucking goed weer. Ik ga niet als het doen. Nou, dat zegt wat. Chinatown. Shreddies. Oh Mel, ben je geslaagd met je supermarkt safari? Ja, ik hoop dat het allemaal niet. Nou, ik hoop het ook. Anders ga ik het op mijn lichaam. In je lichaam. Opeten. Oh. Kijk, twee boodschappentassen vol. Met allemaal dingen. En I moet... love food, you know. En dat moet allemaal in die koffertjes. Die bijna mijn telefoon vallen. Van schrik. Ja. Nou, dan gaan we alweer bijna de tram nemen naar het vliegveld. En eerst nog even genieten van de zon. Wat dan? Nou, we zitten in de tram. Zitten. We zitten. We staan. Moet je kijken. Niet te doen. Als je denkt dat de trein niet voller kan, dan heb je het mis. Here we go. Are you ready for take-off? Ik. Ja, jij. Ik ben er gewoon in. Oké, mooi. Daar gaan we. Een romantisch diner voor twee. En een fruittoetje. Fruit. We zijn dus bijna thuis. En what's next, Mel? Ga je het zien? Nou, je hoort het. Abonneer je op dit kanaal. En vergeet niet te liken.